straffe dansers, chique outfits en veel hits. Ja, dat was Camille vorig jaar in de Lotto Arena en dit jaar doet ze nog straffer. Want dit weekend treedt ze vier keer op voor, hou je vast, zo'n 20.000 fans. Hier in het Sportpaleis. Nu, hier achter deze deur zijn de repetities bezig. Daar mag ik nog niks van laten zien, maar ik mag Camille wel eventjes spreken. Camille, het is bijna zover. Hoe hard kijk je uit naar jouw concerten? Ik ben echt al een maand bezig met zo'n voorbereidingen en constant die show aan het dansen en aan het zingen. En ik amuseer me zo hard met mijn team en mijn dansers. Dus ik vind het echt jammer dat het bijna voorbij is. Gewoon, ja, volgende week is het gedaan. Ja, vorig jaar nog de Lotto Arena, nu het Sportpaleis. Nog meer fans. Wat vind je daarvan? Ja, dat is crazy. Elke keer als ik eraan denk, krijg ik zo tranen in mijn ogen. En dan is er ook op een bepaald moment in de show dat ik gewoon tranen in mijn ogen krijg. Kan je al vertellen wat we mogen verwachten van de show? Ik weet niet, gewoon heel veel fun op het podium. Ja, dit is echt mijn show. Ik heb zoveel zin. Ik heb nog nooit zoveel zin gehad in een show als deze show. Oké, vorig jaar was ook leuk, mijn SOS-tour. Maar deze is echt heel leuk. Kleine primeur, iets dat we toch al mogen weten. Er komen heel veel dance breaks en ja, heel veel dansdingetjes. En daarom vind ik het ook wel zo leuk, nog extra. En ook het nummer Magie natuurlijk, want ja, het heet de Magie Show. Ik kijk daar heel hard naar uit. Ik kom zaterdag ook, dus ik kan eigenlijk al niet wachten. Heel veel succes en geniet er ook van. Ja, zeker. Ik ben elke seconde aan het genieten. Kei tof dat je naar deze video hebt gekeken. We hebben nog veel meer. Je kan het allemaal checken op dit kanaal, dus liken en abonneren maar.